ga nou een pizza maken, de prosciutto. Ik ga nou eerst dit in ieder geval goed verdelen. Ja, de producten halen we gewoon hier uit de supermarkt. De ham die halen we ook vers uit de winkel. De paprika die halen we vers. De uien, champignons, die worden gewoon elke dag vers gesneden. En er zijn ook wel eens klanten die zeggen van ik ben allergisch voor kaas. Dus ik mag geen kaas erop hebben. Nou, dan gaan we het anders doen. Ja, het koken is gewoon altijd wel een passie inderdaad voor mij geweest. Nou, we krijgen heel veel positieve reacties. Ze komen ook echt terug van oh, de pizza is zo lekker. Dus ik kom echt elke dag graag naar mijn werk.